Dit is de plek waar ik naartoe ging als ik de dealer had gebeld, de kookdealer. En dan liep ik vaak nog eventjes hier naartoe om een Bavaria 8.6, ik weet niet of je het merk kent, maar het zijn van die halve liter blikken waar wat meer alcohol in zit, om die te halen. Die laatste maanden maakte mijn vriendin de relatie uit. Iets daarvoor was ik opgepakt met drank op achter het stuur. De rekeningen begonnen weer onbetaald te blijven. En een dieptepunt was wel dat ik op een gegeven moment zo naar de kloten was dat ik ook niet meer op mijn werk kwam opdagen. Na jarenlang iedere dag alcohol te hebben gedronken en cocaïne te hebben gesnoven, besluit Klaas dat het anders moet. Hij gaat naar een afkeerkliniek in Zuid-Afrika en daar komt hij erachter dat hij houdt van hardlopen. Sindsdien wil hij niets anders. Hardlopen, ja, dat geeft me rust. En aan het begin gaf het me ook vooral iets te doen. Ik ben dat zo fanatiek gaan doen en blijven doen dat inmiddels ook mijn werk is. Ik geef training bij een Vondel Gym en ik werk voor een hardloopmagazine, Losse Veter. Dus het is heel erg een belangrijke rol in mijn leven gaan spelen. Nou, heb je een bekende broer, Arie Boomsma. Heeft hij iets voor je kunnen betekenen in die periode? In de tijd dat ik terugkwam uit Afrika. Toen mocht ik bij Arie logeren. En daar heb ik 4 maanden op een bedje in de woonkamer geslapen. En die tijd die was voor mij ontzettend belangrijk. Nou, en nu heb je een boek geschreven. Wat wil je daar dan mee bereiken? De centrale boodschap is eigenlijk dat je niet in de ellende hoeft blijven hangen. En de metafoor die ik gebruik is hardlopen. Vandaar de titel Ren voor je leven. Ook als je niet gaat hardlopen kun je er denk ik wel iets aan hebben. Omdat je kan zien van als je ook in dat soort problemen zit, dat het heel goed is om ermee naar buiten te komen. En om in te zien dat je het niet alleen kan. En dat er een oplossing is. Ik ben heel trots op dit boek, ja. Ik ben blij dat ik dit verhaal te vertellen heb. Na ellende, nu 5,5 jaar later, dat ik er een positieve draai aan heb kunnen geven.